iedereen en leuk je weer kijkt naar mijn kanaal Bokeno. Ik ben natuurlijk Bo. En vandaag in deze video ga ik jullie mijn crop top collectie laten zien. Dit heb ik heel lang geleden ook al een keer gedaan en toen vond iedereen het altijd heel erg leuk. En ik krijg altijd heel veel vragen waar ik mijn crop tops vandaan haal. Dus daarom vandaag deze video. Heb je er nou nu al zin in? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dat dan nu door op het abonneerknopje te drukken hier beneden. En klik naast het abonneerknopje ook even op het belletje en dan krijg je altijd een notificatie als ik een video upload. En dan mis je geen één video. En dan kan je ook nog de eerste reactie zetten. Hoe leuk is dat? Oké, laten we snel gaan beginnen met de crop tops. De eerste crop top heb ik aan. Dat is namelijk deze. En deze heb ik net nieuw. Dit is ook dus de eerste keer dat ik hem aan heb. En deze is van de Hollister. Ik vind hem echt super leuk. En ik was al zo lang op zoek naar een leuk shirtje met deze print. Want ik vind dat echt heel erg leuk. En deze was perfect. Want ik hou van off-the-shoulder shirtjes. Dus dat is dat je je schouders zo ziet. Dat vind ik heel erg leuk. En het was een crop top. Dus hij was perfect voor mij. Trouwens, eigenlijk toen ik mijn crop tops ging uitzoeken voor deze video, kom ik erachter dat het tegenwoordig best wel meevalt op hoeveel crop tops ik heb. Want heel veel mensen zeggen altijd, ja Bo, je draagt alleen maar crop tops, waarom doe je dat? Maar eigenlijk valt het dus best wel mee hoeveel ik er heb. Wat ik laatst tijd wel heel erg vaak doe, is gewoon een normaal lang shirt. Daar leg ik dan een knoopje in en dan wordt het dus ook een soort crop top. Dus ik denk dat mensen het daarom zeggen. Maar echt crop tops, dat valt laatst tijd wel mee. Maar ik ga ze gewoon laten zien. Het kan natuurlijk zijn dat je sommige shirtjes al voorbij hebt zien komen op Instagram foto's, in video's. Trouwens, volg mij ook eventjes op Instagram. Ik heb echt bijna de 100.000 volgers. Mijn naam op Instagram is Bokeno, dus volg me even, dat zou ik heel erg leuk vinden. Oké, maar de eerste crop top, dat is deze. En dit is dus een zwarte crop top van Adidas. En er zitten hier twee oranje vlekken in het shirt. En ik weet niet hoe het komt, want hij komt net uit de was. Dus dat is wel een beetje vreemd. Maar ik vind het shirt heel leuk. En hij is simpel. Je kan hem met heel veel dragen. En het is een crop top. Daar hou ik natuurlijk van. En ja, gewoon een perfect simpel shirtje. Maar toch leuk omdat er een print op staat. Dan heb ik deze crop top. En dit is een tie-dye shirt. De tie-dye, dat is al die kleuren zeg maar. Dat noem je tie-dye. En er zit een oog op. Ik heb deze ook net nieuw en ik had hem in de uitverkoop gekocht. Dus hij was maar 12 euro of zo. Helemaal niet zo duur en hij was van het merk Pretty Little Thing. Ik ken dat merk nog niet, maar ik vond dit shirtje op zich wel leuk. Dus daarom heb ik hem ook gekocht natuurlijk. En hij is heel lekker rekbaar. Dat vind ik ook altijd wel lekker en comfortabel zitten. Dan heb ik deze lichtpaarse crop top met daarop een rode print waarop staat The Original Unknown Santa Monica. Santa Monica, dat is een strand in Los Angeles en daar ben ik ook geweest. Ik heb hem daar niet gekocht, want ik heb dit shirt gekocht bij de Urban Outfitters. En ja, ik draag hem de laatste tijd niet mega vaak meer. Ik ben er een beetje op uitgekeken. Maar hij is eigenlijk nog wel super leuk en ik zou hem eigenlijk weer wat vaker moeten dragen. Maar het wordt natuurlijk nu ook wel weer koud buiten, dus het is niet echt crop top weer meer. Goed, dan heb ik dit crop topje van Puma. Deze vind ik heel leuk, want hij is heel erg sportief en hij is ook wel een beetje futuristisch. En hij heeft een rits en die kan je gewoon openmaken, dus dan kan je hem ook zo dragen. Ja, ook dit shirtje draag ik eigenlijk niet heel erg vaak meer. Je kan het shirt misschien wel herkennen, want op mijn handtekeningenkaart die ik dus bij meetings uitdeel, daar heb ik dit shirt op aan. Maar hij is wel leuk en eigenlijk zou ik deze ook weer vaker moeten dragen, ja. Oké, de volgende crop top is deze. Buzzworthy staat erop en deze heb ik gekocht bij Forever 21. Buzz Lightyear staat er dus op in het zwart. En deze heb ik dit jaar eigenlijk helemaal niet gedragen. Ik heb hem vorig jaar gekocht en toen heb ik hem wel gedragen, maar dit jaar eigenlijk niet meer zoveel. Dus ik weet niet of ik hem nog wel ga houden. Ik vind hem op zich nog wel leuk. Dus ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik vind hem nog leuk. En deze is dus van Forever 21. En ik vind hem ook leuk omdat er iets van Disney op staat. En ik ben natuurlijk heel erg Disney fan. Dan heb ik deze halter crop top van de Brandy Melville. Ik vind deze echt mega leuk. En ik vind het kleurtje hiervan dus ook echt super leuk. Licht roze. Hij is echt super lekker zomers. Hij zit super lekker. Het enige wat jammer is, is dat hij een beetje verwassen is. En hij is al best wel oud. Dus hij is niet meer zo heel erg mooi. Dat is wel heel erg jammer. En ik heb gezocht naar een nieuw shirt wat hier een beetje op lijkt. Maar dat was nog best wel lastig. En die heb ik dus ook niet gevonden. Maar ik ben er nog wel blij mee. Ik doe hem nog wel aan. Alleen ja, hij is best wel oud. Dus misschien begeeft hij het binnenkort wel. Dan heb ik deze zwarte crop top. En daarop staat So What. Deze heb ik ook gekocht bij Forever 21. Ik heb deze ook niet mega veel aan. Ik heb deze wel een keer aangehad op een meeting. Dus misschien heb je mij wel ontmoet en had ik toen dit shirt aan. Dat zou zomaar kunnen. Maar voor de rest heb ik hem niet heel erg vaak aangehad. Maar hij ziet er verder nog prima uit. Dus deze kan voor de volgende zomer ook nog wel mee. Dan deze legergroene crop top. Top waarop staat No Excuses Please. Deze is ook van Forever 21. Ik heb deze ook niet meer echt heel erg vaak gedragen, maar ik vind de kleur niet meer zo leuk of zo. Ik weet niet. Ik vind hem niet meer geweldig, zeg maar. En dan vond ik hem eerst wel. Maar dit shirt kan je misschien ook wel herkennen, want deze heb
heb ik aan op de banner van mijn YouTube kanaal. De kleur van dit shirt past echt helemaal niet bij mijn YouTube banner. Maar de foto is zwart-wit, dus je ziet niet dat die groen is. Maar voor de rest, ja, moet hem ook weer wat vaker aan gaan doen. Maar ja, het wordt nu winter, dus dat gaat niet echt lukken. Dan heb ik deze. Een groene crop top waarop staat Wish You Weren't Here. Deze is ook best wel oud. En ik heb hem al best wel lang, misschien wel 2 jaar. Of nee, dat klopt niet. Nee, ik heb hem 1 jaar. Nou, iets langer dan 1 jaar. 1,5 jaar ongeveer. Maar ik heb hem op zich nog best wel vaak aan. Want ik vind hem er nog best wel gewoon oké uitzien. En deze heb ik destijds gekocht bij Pull & Bear. Trouwens, echt bijna alles van wat ik ga laten zien is nu niet meer in de winkel te koop. Omdat ik het dus al een tijd geleden heb gekocht. Sommige dingen die zijn nog best wel nieuw. Dus die zijn nog wel te koop. Dus als je geluk hebt, kan je misschien nog ergens iets vinden. Bijvoorbeeld deze. Deze is natuurlijk nieuw. Maar ook deze is nog best wel nieuw. En dit is een lichtbruine crop top. Ik vond vooral de onderkant heel erg leuk. Hij is heel erg simpel, maar toch wel leuk. En hij was volgens mij ook niet heel erg duur. Ik heb deze gekocht bij de Urban Outfitters. Dan heb ik deze Text Me crop top. En deze is ook van de Forever 21. Deze die vind ik ook nog steeds best wel leuk. Maar ik had deze dus aan in Amerika. En toen gingen echt zoveel mensen zeggen, yeah, I will text you. Want er staat natuurlijk Text Me op. En dat betekent sms me. En heel veel mensen zeiden dan van, ja, ik ga je berichtjes sturen hoor. Dus ja, dit is niet echt een ideaal shirt om in Amerika te dragen. In Nederland zegt eigenlijk niemand er wat over. Maar in Amerika wel. Dan heb ik deze Trust Me crop top. En deze is ook in het zwart. Simpel. Een simpel hemdje. Ik heb deze gekocht bij de Bershka. En ook deze is nog wel gewoon leuk. Gewoon simpel. Dus het kan echt met heel veel past dat wel. Ik heb ook nog deze oranje crop top. En deze heeft een soort knoop. Of ja, hoe noem je dat? Omslag aan de voorkant. Ik heb deze niet mega vaak aangehad. Ik heb hem wel aangehad ook op een meeting. Dus misschien heb je wel een foto met mij waar ik dit shirt aan heb. Maar hij is wel leuk. Ik heb deze gekocht bij de Urban Outfitters. Oh, echt het enige wat ik haat aan off-shoulder shirtjes zijn. Kijk, dat heel dat dit gebeurt. Dit gaat de hele tijd omhoog. Echt vreselijk. Ik moet het de hele tijd naar beneden trekken. Dan heb ik deze simpele roze crop top. En deze heb ik pas geleden ook in een shoplog laten zien. Deze vind ik nog steeds heel mooi en heel fijn. En deze heb ik gekocht bij Missguided. Dan heb ik deze supercoole top van de Puma. Aan de voorkant is hij ook een soort van omgeslagen. En ik vind de stof echt heel erg gaaf. Ik heb hem nog niet heel erg vaak aangehad. Maar dit is ook meer iets voor de winter. Dus wie weet dat ik het in de winter wel wat meer aan ga doen. En ja, ik vind hem wel superleuk. Deze is dus van Puma. Dan heb ik dit off-shoulder shirtje. En deze heb ik gekocht bij Urban Outfitters. Deze heb ik volgens mij pas geleden ook in een shoplog laten zien. Maar ik vind deze echt superleuk door de bloemen. Helaas wordt het nu weer een beetje te koud voor dit shirt. Maar ik ga hem zeker volgende zomer weer aantrekken. Hier heb ik een hele simpele gele crop top. Gewoon een simpel t-shirt. Natuurlijk wel wat korter dan normaal. En gewoon lekker helemaal in het geel. Want soms heb je gewoon even zin om geel aan te trekken. Of nou ja, dat heb ik. Deze heb ik gekocht bij Urban Outfitters. Dan deze super gave crop top. Deze heb ik ook gekocht bij Urban Outfitters. Ik heb best veel van de Urban Outfitters. Hierop staat Hawaii. En daar wil ik heel graag nog een keer naartoe. Dit shirt is wel echt heel zomers. Dus zal ik nu ook niet heel vaak meer gaan dragen. Maar volgende zomer natuurlijk wel. Ik heb ook nog deze witte off-shoulder top. Deze heb ik gekocht bij ASOS. En het merk is ook ASOS. Superleuk en zit heel lekker en valt heel makkelijk te combineren. Dan heb ik een nieuw shirt. Dit is ook een crop top natuurlijk. Off-shoulder en met half lange mouwen een beetje. Of is het helemaal lang gewoon? Nou, ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb hem nog niet echt aangehad. Maar goed, dit dus. En deze heb ik gekocht bij Missguided. En hij is echt nog helemaal nieuw. Want ik heb zelfs kaarsen nog niet afgehaald. Missguided schrijf je trouwens zo. Voor de mensen die zich dat afvroegen. Dan deze lichtpaarse of eigenlijk lila kleurige crop top. Ook gewoon lekker simpel. Ik heb deze gekocht bij Missguided. Maar ook deze heb ik nog niet aangetrokken. Want ja, hier zit ook nog het prijskaartje aan. Dat is wel een handige tip. Altijd als ik kleding koop, dan haal ik het prijskaartje er pas af als ik het echt een keer een dag ga aantrekken. Want soms koop ik wel eens kleding en dan denk ik dat ik het heel leuk vind en dat ik het ga aantrekken, maar dan trek ik het dus nooit aan. En dan heb ik alle kaartjes er al afgetrokken en dan kan ik het niet meer terugbrengen. En soms kan je het al niet meer terugbrengen, want dan zijn dus de dagen dat dat kon al voorbij. Maar dan kan je hem altijd nog verkopen, want als je een shirtje verkoopt waar het kaartje nog aan zit, krijg je er altijd meer geld voor. Dus, goede tip, haal het kaartje er pas af als je het shirt daadwerkelijk ook echt een dag gaat dragen. Dan heb ik nog deze supermooie crop top. Ik vind deze heel erg gaaf, maar ik heb hem niet heel erg vaak aan. Het komt denk ik omdat hij toch een beetje feestelijk is voor elke dag, denk ik. Maar goed, ik heb deze gekocht bij Missguided. Vind hem echt super tof. Dan een nieuw shirt wat ik ook nog niet heb aangetrokken. Dat is deze. Ik heb deze gekocht bij Forever 21 en er staat op Girl Power, maar dan zonder de klinkers. Ik weet alleen niet of dit echt een crop top is. Nou, hij is wel kort, maar niet mega kort. Nou, het is wel een crop top. Dan alweer het laatste item van vandaag en dat is deze grijze trui. Deze heb ik ook net nieuw en dit is een beetje een wijde crop trui, noem ik het maar. Ik heb deze gekocht bij Urban Outfitters. En ik dacht van ja, het wordt weer winter, dus het is weer tijd voor truien. Dus hier ben ik ook weer heel erg blij mee. Nou, dat was mijn crop top collectie.
collectie al. Ik vond dat het zelf eigenlijk best wel meeviel. Misschien vonden jullie het wel heel erg veel. Dat verschilt natuurlijk per persoon. Maar ik heb eigenlijk gewoon meer normale shirts in mijn kast dan crop tops, kwam ik achter. Dus dat is wel grappig. Maar goed, nu hebben jullie ook een beetje kunnen zien bij welke winkels ik dus allemaal crop tops koop. En laat mij natuurlijk ook eventjes weten welk shirt jij het allerleukst vond. En dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. En als je het leuk vond, doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je nog een video van mij bekijken? Klik dan nu hier naast mij. En wil je mijn kanaal abonneren? Doe dat dan nu door op mijn foto hieronder te klikken. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Doei doei! Mwah!